Hoepa's bouwterrein. Daar is Hoepa. Hoi, Hoepa. Oh, zo te zien is het terrein waar de speeltuin komt een enorme puinhoop. Hoepa heeft iets nodig om het allemaal op te ruimen. Zullen we helpen zoeken? Wauw, dit kan Hoepa absoluut helpen. Maar Hoepa kan niet beslissen welke hij moet gebruiken. Kom mee, we gaan ze van dichtbij bekijken. Dit is een kraan. Ja, die zou handig kunnen zijn. En dit is een vorkheftruc. Die kan ook veel aan. En dit is een bulldozer. Wauw, cool hè? Helpen jullie Hoepa te kiezen welke machine het meest geschikt is? Een kraan? Een vorkheftruc? Of een bulldozer? De bulldozer? Perfect! Wauw, Hoepa is goed bezig. Goed gedaan, Hoepa. Nu kun je Toto's speeltuin gaan bouwen. Misschien gaat die muis je ook wel helpen. Oeh, daar is Hoepa. Zullen we even zwaaien? Hoi, Hoepa. Vandaag gaat Hoepa een glijbaan voor de speeltuin bouwen. Wat we nodig hebben is 1 groene hamer, 2 rode schroevendraaiers en 3 gele spijkers. We hoeven alleen de instructies te volgen om de glijbaan te bouwen. Aan de slag, Hoepa! Hoepa, pas op waar je loopt. Alles in orde, Hoepa? Oh-oh, alles ligt dwars door elkaar. Geen probleem, Hoepa. Wij helpen je wel met opruimen. Eens even kijken. Zien jullie de groene hamer? Daar is hij. Goed, zien jullie de 2 rode schroevendraaiers? Dat is er 1. En ja, daar is de andere. 2 rode schroevendraaiers. Zien jullie de 3 gele spijkers? Dat is 1. En 2. Ja, en dat is de derde. 3 gele spijkers. Goed gedaan. Nu kan Hoepa de glijbaan voor Toto's speeltuin bouwen. Wauw, kijk die Hoepa eens gaan. Wat werkt hij snel. Super, een mooie nieuwe glijbaan voor Toto's speeltuin. Hoi Hoepa. Vandaag gaat Hoepa een mooie muur van steen rond de speeltuin bouwen. Oh-oh, de stenen zijn veel te zwaar voor Hoepa. Hij heeft iets nodig om ze op te tillen. Oh, volgens mij heeft Hoepa een idee. Wat zoek je precies, Hoepa? Oh, ik zie het al. Wat jij zoekt staat achter al die kratten. Kunnen jullie raden wat het is? Dat is het rubberen eendje van Moe. Hoe komt die daar nou terecht? Oeps, neem me niet kwalijk, meneer Muis. Is dat een auto? Weten jullie wat het is? Het is een vorkheftruc. Een vorkheftruc kan superzware dingen tillen. Hoepa kan die gebruiken om de stenen op te tillen. Super! Nu kan Hoepa beginnen met het bouwen van de muur. Wauw, wat werkt Hoepa toch snel? Die muur ziet er heel stevig uit. Die houdt iedereen vast veilig binnen. Goed gedaan! Hoi Hoepa! Hey, moet je kijken. Hoepa is al klaar met de speeltuin voor Toto. Wat bedoel je, Hoepa? Ontbreekt er nog iets aan? Oh, ik zie het al. Er ontbreekt inderdaad nog iets. Kleur. Oh, je weet al welke kleuren je gaat gebruiken? Mogen wij het ook zien? Hé, dat is Toto's tekening.
Zullen we eens kijken welke kleuren Toto heeft uitgekozen voor zijn speeltuin? Toto wil een rode glijbaan, een blauwe wip en een groene draaimolen. Oké, we gaan de verf halen, Hoepa. Oh, we kunnen Toto's tekening niet meer zien. Geen probleem, Hoepa. Wij gaan je helpen uit te zoeken welke kleuren Toto wil gebruiken. Toto wil een rode glijbaan. Dus, waar is de rode verf? Ja, daar is hij. Weet je nog welke kleur de wip moest worden? Ja, dat klopt. Blauw. Toto wil een blauwe wip. En welke kleur moest de draaimolen krijgen? Precies, groen. Dat is Toto's lievelingskleur. Wauw, moet je eens kijken, Toto. De speeltuin ziet er geweldig uit. Wauw, wat een mooie speeltuin. Hoepa, dat heb je heel goed gedaan. Hoepa houdt van bouwen. Maar weet je wat hij ook graag doet? Zingen! Houden jullie ook van zingen? Wat fijn! Zullen we samen een liedje zingen? Ja! I love to build all day. I got a hammer. Got a hammer. I got some nails. I got some nails. I love to build all day. But that's not all. I got a saw. What else? I got some wood. And some wood. I got a hammer and some nails. Wat denk je ervan? Zullen we gaan spelen in je nieuwe speeltuin? Ja!